rijen voor de deur staan. En zij denken allemaal, en wij hopen ook nog steeds, dat om 6:00 de deur open gaat voor hen. Dus wij proberen natuurlijk dat mogelijk te maken. Dus Anton en ik gaan een, zoals dat heet, een prettig gesprek met elkaar voeren. En we hopen dan op tijd te stoppen, zodat u de boeken die u natuurlijk allemaal heeft aangeschaft, want dat we een beetje opzetten van dit, deze bijeenkomst. Ja, we hopen dat nog bij te raken. Ja. Dat u die nog allemaal kunt laten signeren, zodat we om 6:00 ook klaar zijn om de deuren open te doen. Nogmaals, dank dat u al bent gekomen. En laten we beginnen met, zoals dat bij AV5 al het heet, een prettig gesprek. Hoewel ik niet Ischa Meijer pretendeer te zijn. Gaan we toch maar gewoon beginnen, want hier is die. Een kloek boekwerk. Ik weet niet precies hoeveel pagina's of hoeveel foto's, maar dat weet jij ongetwijfeld wel. 7711. Mag ik dan aannemen, vrij veilig, dat in 1977 de eerste foto is gemaakt die in het boek staat? Dat is een hele goede deductie. En de laatste is in 2011. Goed, dank je voor de vraag. We gaan diep. Ja. Even terug op naar het eerste moment, 1977. Kan je daar nog iets van herinneren? Kan je iets beschrijven van de eerste ontmoeting, of misschien anders zeggen de eerste foto die je nam van Tom Wees? Ja, het waren andere tijden. Het was Amsterdam. Vroeger waren er iets minder maatregelen om muzici heen, dus ik bevond me gewoon backstage in het, ik weet niet, het was niet het concertgebouw, maar zoiets. Ik ben niet zo bekend in Amsterdam, maar het was Amsterdam. Het was in ieder geval geen Paradiso. En Tom was met iemand aan het praten en ik liep er langs en maakte wat foto's. En dat is de eerste keer dat ik Tom fotografeerde. De tweede keer was een heel apart verhaal, omdat ik toen voor het eerst naar Amerika ging. De enige manier waarop ik een ticket kon krijgen om naar Amerika te gaan, vanuit een muziekkrant Oor, was om met een heavy metal journalist mee te reizen. Dus wij hadden allemaal afspraken met dat soort groepen. Maar goed, ik kwam in Los Angeles aan met een taxi bij het goedkope motel waar ik een kamer deelde met deze heavy metal journalist. En ik doe de taxideur open en Tom Waits zit gewoon vlak voor de deur op de stoep. Dus ik dacht, de eerste keer dat ik ooit in Amerika was, ik dacht, dit is het gewoon. Iedereen zit hier gewoon op de straat. Maar het bleek een uitzondering te zijn. Ik was toen 3 weken lang in dat motel, de Tropicana, dat bestaat er later. Die had een heel bekend restaurantje, dat heette The Dukes, dat is nu verhuisd naar de Sunset Boulevard. Maar elke dag dat ik Tom zag, zei ik wel, I'm a photographer from Holland, I would really like to do a picture. En dat was helemaal niet iets wat hem heel erg aansprak. Dus hij zei, ja, next time. Tot op de laatste dag, toen hij mij zag en hij wist dat het mijn laatste dag was, toen zag ik hem wegrennen. Dus toen ben ik achter hem aangegaan. En ik heb ook toen wat foto's gemaakt. En daarna, de ontmoeting daarna was 5 jaar daarna. En hij pretendeerde nog steeds dat hij niet meer herinnert dat ik hem achterna had. Dus dat vind ik heel erg voor Tom spreken. En gelukkig hoef ik nu ook niet meer vaak achter mensen aan te rennen. Maar het is embarrassing als je terugkijkt hoe sommige dingen zijn ontstaan, maar zo is het eigenlijk. Wat was de reden dat je Tom Waits wilde fotograferen hier in Amsterdam die eerste keer? Was je al heel erg fan van zijn muziek? Of dacht je, dit is misschien commercieel een goede zet als fotograaf? Nou, ik dacht, ik ga een boek met die man doen. Ja, het was early days voor mij. Ik werkte exclusief in muziek, fotografeerde allerlei muzikanten. En Tom speelde hier en ik probeerde gewoon foto's te maken die je dan later aan bladen verkoopt. Het was niks hoogstaans. Hmm. Ik bedenk nou een keer dat, hoewel misschien 99% van de bezoekers Nederlands spreekt en luistert, dat er ook een aantal zijn die dat niet doen. Zullen we gewoon overgaan naar Engels?
fine. We'll switch to English for those people who thought, what a... And we can say the same thing again. And that's why we fill up the time. All the languages present? No, no German, no. Finnish.